Goedendag, mijn naam is Aniel Somandas van het ROC van Amsterdam. Vandaag laat ik jullie kennis maken met Edpuzzle. En Edpuzzle is een programma waar je video's kan delen met studenten. Je kan video's editen. En je kan ook bijvoorbeeld vragen in bestaande video's kan je plaatsen. En dan kan je studenten in laten loggen. Je kan ze uitnodigen en dan kan je ze video's laten kijken en eventueel vragen laten beantwoorden. Dit is het beginscherm van Edpuzzle. Je ziet hier dat je kan inloggen of... Het is trouwens een Engels vertalend programma. En ook voor de studenten zien ze alles in het Engels. En de meeste mbo-studenten zullen hier geen probleem mee moeten hebben. Je kan hier of inloggen of... registreren, dat heb ik al gedaan, dus ik klik niet op sign-up. Als je het wel doet, dan vragen ze de standaard vragen. En ook of je al lid bent van een organisatie. Dus ik heb ingevuld ROC van Amsterdam. En dan zie ik ook eventuele video's van mijn collega's. Als ik inlog, zie je dit als scherm. En dan zie je hier links bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld wat mijn collega's hebben geplaatst aan video's. Ik kijk nu even naar mijn content. En dan zie je bijvoorbeeld dat ik hier iets heb geüpload. Een korte video over democratie in Nederland. Die ik wel eens eerder bij studenten heb gebruikt. Als ik hier bijvoorbeeld de video aanklik. Dan kan ik de video editen. Misschien denk ik ga hier een vraag bij stellen. Dus ik doe een open vraag in dit geval. En dan schrijf ik erbij, wat is de betekenis van democratie? Dit sla ik op. En als ik denk, nou dit is genoeg, of misschien wil ik iets verderop ook weer een vraag stellen, dan klik ik op finish. Nu is de vraag opgeslagen en zien mijn studenten op een gegeven moment deze vraag voorbij komen. Wat ik nu doe is, ik ga de video toewijzen aan een klas. Via rechts hier zijn. En dan klik ik mijn eigen klas in, WSW CWO 9D klas. En dan ik kan een datum invullen, misschien morgen. En de tijd staat hier goed, dan klik ik op save. En nu zullen mijn studenten dit morgen zien. Als ik een stukje terug ga, dan zie je hier, een paar stappen terug, zie je hier aan de linkerkant zie je nog meer video's. Je kan ook bijvoorbeeld TikTok video's of waarschijnlijk zul je vaak gebruik maken van YouTube. Als je een YouTube film aanklikt, dan kan je ook zelfs daarin, en dan kopieert hij het naar jouw content, dan kan je ook daar nog editen, vragen beantwoorden of vragen plaatsen voor je studenten. Dus het heeft enorm veel mogelijkheden. En ik ben er net mee begonnen met die klas en ik ben nu al enthousiast. Want het is een manier waarop veel studenten graag leren, dus van korte video's met vragen. En ik kan dan ook hierin bijhouden wie welke vragen heeft beantwoord. En dan kan ik het weer in de klas over hebben. Dit was een korte kennismaking met Edpuzzle.